prenataal tot 2 keer afgeschreven. 2 keer was de hoop al opgegeven en 2 keer heeft ze ons versteld doen staan. Door wilskracht en door levenslust gedreven, begon ze aan een heel bijzonder leven. De wereld zal het weten. Justine komt eraan. In 1992 is Erika de Haan zwanger van haar eerste kind. Ja, dat vond ik een fantastisch gevoel, dat er ook groeide. En als hij tekeer ging, als hij schopte, of je zag op een gegeven moment ook zo van die voetjes tevoorschijn komen. En dan, dat vond ik geweldig. Op 18 maart sluit ze haar zoon Jasper voor het eerst in haar armen. Jasper is hartstikke welkom. Moeder Erika en vader Theo zijn dolgelukkig met hun zoon. Het besluit valt al snel om Jasper een broertje of zusje te geven. 'S Nachts heb ik dat getest. En ook om teleurstellingen te voorkomen en eigenlijk al vrij vroeg getest. Ja, en toen was het zo. Nou ja, ik dacht ook door het dak schoot. Omdat Jaspers geboorte moeizaam was verlopen en Erika al wat ouder is, besluiten ze om in een vroeg stadium een echo te laten maken. Wat ze mij toen hebben laten zien op die echo, waren restanten van een niet goed bevrucht eitje. Dus einde verhaal. En dus vertrekken Erika en Theo naar het ziekenhuis om het niet levensvatbare vruchtje weg te laten halen. En voordat ze dat zouden gaan doen, hebben ze nog voor de zekerheid, ik weet niet of dat protocol was of dat ze dat toch nog maar even deden, nog een echo gemaakt. En ik zat daarnaast en ik keek op het scherm en ik keek mee. En opeens zag ik op het scherm zo'n klein plink, plink, plink. En ik had iets van, maar dat is toch een hartje? Of zie ik dat nou verkeerd? En toen begon die verpleegkundige, denk ik dat het was, een beetje te stamelen van, ik geloof dat we ons vergist hebben. Er zit wel degelijk een kind. Opgelucht verlaten beide ouders het ziekenhuis. Maar een zware periode begint. Erika komt 35 kilo aan en hun kindje blijkt in een stuitligging te liggen. Ze wordt vervroegd opgenomen. Kind en moeder worden goed in de gaten gehouden. De keizersnede is gepland voor 23 maart. Maar op 19 maart gaat het mis. Ik ben 's avonds in mijn bed gaan liggen en ik lag er nog nauwelijks in of mijn vliezen braken. Moet je er binnen een half uur ongeveer of binnen uiterlijk een uur volgens mij bij zijn. Want als de vliezen breken dan verdwijnen de levenssappen en loopt het kind ook het risico om te worden gewurgd letterlijk in de navelstreng. Ja, en toen ineens werd alles in gang gezet. En Theo kwam naar het ziekenhuis en... Toen werden dus de voorbereidingen getroffen voor de keizersnee. Ik was me op dat moment ook wel heel erg bewust van het feit dat er snel gehandeld moest worden. Want dat kleine kindje daar had het benauwd waarschijnlijk. Haast is geboden. Tijdens de voorbereidingen worden de hartslag van kind en moeder nauwlettend in de gaten gehouden. Na een minuut of 5 of 10 zag ik al die metertjes een beetje inzakken. Het was heel moeilijk iedere keer om dat hartje te vinden. Nou, dan slaat de schrik je om het hart natuurlijk. Toen zag ik ineens het gezicht van de gynaecoloog en toen dacht ik, het is fout. Het is fout. En toen leek het alsof alle apparatuur min of meer stil viel. Alsof de bliepjes weggingen en het leven letterlijk verdween. Op beide apparaten was geen hartslag. De arts keek zorgelijk naar ons en... En toen zei ik ook tegen hem, zeg het maar, het is niet goed, hè? En toen zei hij inderdaad, ja,
Het is niet goed. Kindje is overleden. De apparaten zijn afgezet en iedereen is de kamer uitgegaan. En toen was het klaar. Toen was er geen kindje. Twee uur later wordt Erika opgehaald om haar levenloze kindje te laten verwijderen. Tedo vergezelt haar tot aan de operatiekamer. We werden opgewacht door een paar van die gemaskerde mannen. Ook een hele rare, horrorachtige situatie bijna. Daar laat je dan je vrouw met het ongeboren, inmiddels overleden kind achter. Tedo wordt alleen gelaten in een apart kamertje. En toen kwam het verdriet wel in alle hevigheid los. Toen heb ik wel gejankt. Heel erg ook vanuit het gevoel van, dit is te veel, dit is te groot. En dan gebeurt er in de operatiekamer iets dat grenst aan het ongelofelijke. Toen hoorde ik opeens gestommel op de gang. En een babygeluidje. En toen werd er opeens een couveuse met een huilend kind naar binnen gereden. En Marjan, de verpleegkundige, helemaal opgetogen. Van, ze leeft, het is een dochter en je hebt een dochter en ze leeft. We hebben ons vergist en het is allemaal wel goed. Wat ik nog heel goed weet is dat ik toen op mijn knieën ben gezakt voor die couveuse en wat heb gestameld. Het is een heel bijzonder kind. Ja, die krijgt het verhaal nog heel veel te horen, denk ik. Kom, voorstel maar. Dat is een wonderkind. Het is de tweede keer dat ik afscheid neem van mijn kind. En de tweede keer dat je leeft. Gelukkig. Niemand kan verklaren wat er gebeurd is. Ongeloof ook. Hoe kan dit gebeurd zijn? Hoe kunnen we dat met z'n allen gezien hebben? Terwijl ze daar helemaal puntgaaf doorheen is gekomen. Ik heb wel eens het gevoel gehad dat er een reden voor is die wij nog niet begrijpen. Dat dit allemaal zo gegaan is als het gegaan is. Het klinkt heel hoog, maar dat er misschien wel een soort van levensbestemming is voor Justine die wij nog niet kennen. Justine is nu een prachtig kind van 9 jaar.